ik hou van sneeuw. Sneeuw is leuk. Sneeuw is mooi. En sneeuw is ook... Ja, lekker, dankjewel. Inderdaad, sneeuw is ook koud, ja. Nou, zijn er plekken in Nederland waar het elke dag sneeuwt? In deze skihal bijvoorbeeld. Maar ja, hoe maak je nou binnen sneeuw? Sneeuw is eigenlijk gewoon bevroren regen. Dus heb je een koude ruimte nodig waarin het regent. Ah, eerst de ruimte. Achter deze deur bevindt zich het hart van de koelkast. Maar is heel veel herrie. Maar dat geeft niet, want daar heb ik een appje voor. Met de muziek een inspreekstem. Dit is een warmtewisselaar. Of ze had het beter een koude wisselaar kunnen noemen. Want hier wordt kou afgegeven aan de vloeistof glycol. Die hele koude vloeistof glycol die stroomt zo door de hal naar dat hokje. Ah, dit is ook weer zo'n koude wisselaar. Alleen wordt hier de kou van de vloeistof weer afgegeven aan de lucht in de skihal. Maar dan nog het water. Eens even kijken. Nou, dat wordt niet echt sneeuw. Maar ja, daar hebben ze hier ook een hele andere spuit voor. Nou ja, spuit, zeg maar gerust, kanon. Maar voordat er hier sneeuw uitkomt, moet er eerst nog even wat gebeuren. Daar hebben we weer een koude wisselaar. Nu gebruiken ze de koude vloeistof glycol om leidingwater af te koelen tot ongeveer 1 graad. Een pomp zorgt daarna voor een enorme druk op het water. Dan kan het water de hal in. Naar het kanon. Op het kanon zitten heel veel van dit soort kleine spuitmondjes. En doordat er heel veel kracht op het water staat, schiet het er met een enorme snelheid uit. En dat zorgt ervoor dat het minuscuul kleine waterdruppeltjes worden. En tegelijkertijd schiet er uit het spuitmondje ernaast een mengsel van water, nevel, en lucht. Maar als dat mengsel van water en lucht hier uitkomt, dan botst het op de waternevel uit het andere spuitmondje. En zo vormt het een soort ijsballetje. Die ijsballetjes, kristallen, die vormen zich in de hal verder tot sneeuw. Nou, ik zou zeggen, zet aan het kanon. Hoe langer die ijskristallen in de lucht blijven zweven, hoe meer ze aan elkaar gaan kleven. En daarom zit er achter op het kanon ook een grote ventilator die alles zo ver mogelijk de hal inblaast. Zo, hallo. Ik zie geen hand voor ogen. Hallo?